En daarna op het plein. En we gaan afsluiten thuis op zaterdag. Geweldig, bestuur VHP, dat jullie dit georganiseerd hebben. Diwali is altijd een bijzondere dag geweest voor de VHP. We hebben het altijd gevierd met onze VHP'ers, met onze politieke vrienden. Helaas heeft COVID wat
beperkingen opgelegd. Maar dat neemt niet weg dat wij toch vandaag in ons partijcentrum de olifant Diwali kunnen vieren. En het is goed dat we het doen, want hiermee zetten wij een traditie voor. Hiermee geven we ook blijk van de diepere betekenis van Diwali voor ons, ook voor onze partij, maar in het bijzonder ons land. Als wij in 2020 Diwali vieren, dat is inderdaad de eerste keer dat we dat doen als regering. En u als partij die regeerverantwoordelijkheid draagt met uw president, uw voorzitter, hier in het partijcentrum. En dat is de hele eer. Maar het is ook bijzonder als wij vandaag Diwali vieren tegen de achtergrond van waar we ons als land bevinden. En dat is precies wat wij in het kader van Diwali als boodschap willen brengen. Ja, we hebben land overgenomen. Met veel onzekerheden. Uiteindelijk zijn we daar gaan zitten en hebben we gezien wat we hebben overgenomen. Maar één ding wisten we: dat het probleem groot, enorm groot was. En ik ben blij dat ik vandaag hier kan zeggen: ja, groot was. Want hiermee zeg ik dat we een fase achter ons gaan laten. En dan komt Diwali op het juiste moment. Dat er duisternis was. Onzekerheid was. Ook bij ons als regering. En zeker vele momenten gehad heb direct na ons aantreden. En elke dag werd het grimmiger. Naarmate je meer informatie kreeg, wat je aangetroffen had. Men bleef in gebed. Bleef in gebed. Hard werken. En vandaag kan ik wel zeggen, ja. Eén duisternis is al overwonnen. Eén duisternis is al overwonnen. En vandaag zat ik met het technisch team van IMF. Dat onderhandelt met het IMF in samenwerking met Lazar. En dat we daar de conclusie getrokken hebben. En dat wordt bevestigd door IMF. Dat we ons financiële huishouden in balans hebben nu. In 3 maanden tijd. Het licht heeft overwonnen. Daar waar het duister was. Daar waar we het duister gingen tasten. Hoe gaan we dit probleem oplossen? Met gebed, hard werken, is er een vast licht gaan schijnen op onze financiële huishouden. Hoe prachtig is dat niet om dit te memoreren tijdens het inluiden van ons Diwali festival. Maar het licht hebben we ook nodig voor ons vervolgtraject. Dat we het licht nodig gaan hebben om ons pad te verlichten. Het pad dat we moeten afleggen. En ik dat vaker gezegd heb, hoe dat eruit ziet. En de eikmomenten waarop we dat gaan eiken. Ook helder heb aangegeven. Maar het licht moet ook schijnen voor het volk van Suriname. Het volk dat offers brengt. Het volk dat in enorme onzekerheid verkeert. Ze kijken naar de prijzen in de winkel. Ze kijken naar de kosten van levensonderhoud. En daar worden ze niet vrolijk van. En dan nog komt COVID, waarvoor ze allemaal zoveel offers moeten brengen.
soms een hele weekend, meerdere weekenden, total lockdown. Een avondklok vanaf 6 uur. Ook dat beginnen we onder controle te krijgen. Ook daar begint het licht te schijnen. Alleen moeten ze het niet zodanig gaan verlichten met parties en feestjes, minister voor de gezondheid. Dan gaan we weer wat moeten doen. Weer een paar van die lichten uitmaken. Want dat is niet de bedoeling. Maar ook daar hebben we het onder controle. En als het volk zoveel offers brengt en wij geen extra inkomsten hebben en met ons strak bezuinigingsbeleid, met het strakke aanhalen van onze buikriemen, een klein beetje geld overhouden, dan vind ik het terecht dat je dat volk mag geven dat offers heeft gebracht. En dan is het niet het bedrag wat ze gaan krijgen belangrijk. Maar op zo'n Diwali moment is het belangrijk om dat te memoreren. Dat daar mensen geconfronteerd worden met duisternis in hun eigen omgeving. Geen zicht hebben hoe die situatie eruit zal zien voor hun. Dat we dat gebaar maken. En dat gebaar gaat komen. In november en ook in december. En als het nog beter gaat, minister Financiën, starten we al in januari. Om een betere situatie te brengen voor onze werkende klasse. Dat is waarvoor je daar zit als regering. Om problemen van het volk op te lossen. Maar nu die noden heel ernstig zijn, begin die noden te verlichten en dan komt de structurele oplossing. En hoe kan het ook anders dat we dat slechts kunnen doen, omdat ook dat licht van Diwali ook in je hart moet branden. Want als het daar niet brandt, dan heb je die energie niet. En gisteren had ik de erevoorzitter weer op bezoek op mijn kantoor. Eergisteren was het. En hij keek naar mij. Zo, president, met al die problemen. En u ziet er zo opgewekt uit. Dat waren zijn woorden. En ik zei tegen de erevoorzitter: ja, erevoorzitter. Dat heb ik ook van u geleerd, want u zei het vaak. Doe de dingen, verricht de handelingen met die positieve energie. Doe het met de goede bedoelingen. Doe het oprecht. En kijk niet naar de resultaten. Verwacht niet de resultaten wat u verwacht. Maar doe die positieve dingen wel. En daar is de schepper die gaat zorg dragen dat die resultaten gaan komen. En ik bid elke maandagmorgen, pastor is er niet hier, maar elke maandagmorgen gebed. En daar is de opmerking gemaakt. Want vanaf mijn aantreden bidden wij elke maandag. Daarmee starten we de week. En daarmee is de opmerking ook gemaakt. 3,5 maand geleden zijn we begonnen. En toen spraken we nog over de lege kas. En 3,5 maand verder, minister Financiën. Rinkelt uw kas? Nog niet. Maar een lege kas zonder extra inkomsten. Zonder extra inkomsten, maar wel met extra inspanningen. Maar wel dag en nacht werken. Maar wel dag en nacht bidden. En wel dag en nacht vragen dat het licht mag schijnen op die lege kas. En nu begint het te rinkelen. En toen vroeg ene pastoor: van waar is het geld gekomen? En dat durf een paar oppositieleden in het parlement te vragen. Van waar is het geld gekomen? Wel, het kwam van die schepper.
Lakshmi. Wat in het teken staat vandaag van Diwali, is daar gekomen. Door gebed. En Maalti heeft het ook gezegd. Lakshmi is ook de betekenis, symboliseren van de vrouw. En ik ben bijzonder blij dat ik zoveel vrouwen zie. First lady, hoofdbestuursleden, DNA-leden, staatsraadleden, ministers. Kijk hoeveel vrouwen de VHP heeft. Dat is goed. En voor zeker de vrouwen in het kader van Diwali is het een dag om veel aandacht te geven aan onze Lakshmi's. Mannen, schenk uw aandacht. Vrouwen hebben het nodig. En dat het vrouwen zijn die uiteindelijk zorg dragen dat die ondersteuning er is voor die mannen. Mannen, Diwali, extra ondersteuning, want al die dagen moet je ook ondersteuning geven. Diwali, extra ondersteuning voor vrouwen. Alle Lakshmi's, ook gefeliciteerd met deze Diwali-dag. En voor de rest, dames en heren, de partij, de VHP, heeft hard gewerkt. We hebben keihard gewerkt. Als je even teruggaat, beseft niemand dat het al bijna 6 maanden is. Dat het bijna 6 maanden is dat we verkiezingen gehad hebben. Er is keihard gewerkt. Er is veel beloofd. Er is hoge verwachting ontstaan. En nu zitten we met het resultaat van ons hard werken. En we werken door. Keihard door. Alleen moeten we goed omgaan met die hoge verwachting en goed omgaan met die grote hoop dat er snel verandering moet komen en ook dat groot vertrouwen dat we alle problemen snel gaan oplossen. Hier moeten wij ook in het kader van Diwali vragen om verlichting. Bij het volk van Suriname, bij de achterban, bij de partijen, in hun hart. Dat datgene wat ze van ons verwachten, dat met het licht van Diwali, het licht van Diem, wij daarin verandering zullen brengen. Laat de partij met het licht van Diem ook veel kennis en wijsheid krijgen om te groeien. Om sterker te worden, om groter te worden. Laat de VHP met het licht van die het licht zijn in het bestuur. En het licht zijn voor zoveel Surinamers die uitkijken naar verandering. En dat wij het licht van hun mogen zijn. Ten slotte, Diwali is en blijft een religieuze dag. Dus we danken onze schepper, onze Lakshmi Ma, dat wij vandaag hier zijn in goede gezondheid, als partij. We danken onze Lakshmi Ma, dat we begeleid worden in ons werk. En dat met het licht van onze schepper wij verlichting gaan brengen in de situatie van elke Suriname. En dat overal waar er nog duistere plekken zijn in Suriname, dat het licht ook daar mogen schijnen. En dat met het licht van Diwali de waarheid overwonnen wordt. En daar waar er nog onrecht is, dat het Diwali licht voor recht zorgt en rechtvaardigheid. En dat met het Diwali licht, zoals we dat altijd prediken, met het goede, wij het kwade zullen overwinnen. Laat de Diwali ook een gezegende dag zijn voor jullie allemaal. Voor jullie dierbaren, gezin, familie, vrienden. En laat het Diwali licht het licht zijn dat wij vasthouden.
en daarmee doorgaan in ons werk. En overal licht brengen, daar waar het volk licht nodig heeft. Een gezegende Diwali allemaal toegewenst. Shoep, Diwali. Dank u wel. President, vraag om even te staan, dan vragen we de pandit naar voren en mevrouw Santokhi, First Lady, voor het aansteken van de eerste dia, middels hun gebed. विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्य शुक्षं पदा मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 President, we are not yet done for the inspiring boodschap and we feel ons trots dat je het eerste recht in dit huis heeft aangemaakt. First Lady, ook heel hartelijk dank. Volg ons programma en we gaan direct beginnen met het verder aansteken van de dia's. En ik vraag dat de broeders met de overige BB-leden en HB-leden die hier aanwezig zijn, om direct ook een dia aan te steken.
performance, the he supported from DNA near Sharma and translated near Gayati and over to DNA later for it to go on via San Jose. Thank you.
leven. Mevrouw Urmila Magdalena Singh. Lisha, vraag om de andere vier aan te steken.